Ik ga denk ik zo meteen eventjes visitekaarsjes bestellen. Vannacht is de laatste nacht geweest dat ik op dit bed heb geslapen. Overal hangen briefjes. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Nou, het is een wonder. Ik ben weer eens aan het editen. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En vannacht is de laatste nacht geweest dat ik op dit bed heb geslapen. Want ik ga vandaag mijn nieuwe bed in elkaar zetten. Super veel zin in. En ik ga ook een aantal dingetjes veranderen in mijn kamer. Want mijn tv die staat nu hier, maar die gaat ook ergens anders staan. Dus het wordt een soort kleine room makeover. Dus ik dacht, laat ik daar gewoon ook een video van gaan maken. Dus dat komt niet in deze vlog. Als je daar benieuwd naar bent, kijk dan vooral even die video. Ik weet niet of die al online staat. Maar ja, dat zie je vanzelf. Anders zet ik hem wel even hierboven in het i'tje, als die online staat. Dus ja, dat ga ik vandaag doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Het is vandaag maandag. Ik heb net twee hoorcolleges gehad. En ik ga nu lunchen. En we hadden nog zo'n stokbrood met kruidenboterspul erin over. Zo eentje. Dus die ga ik eventjes in de oven doen en lekker opeten. Het is inmiddels avond en ik ga zo online dansen. Want ja, de dansscholen zijn weer dicht voor 2 weken. Dus ja, we moeten er maar gewoon iets van maken. Dus het gaat online vandaag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Dit is mijn outfit vandaag. Deze lila top met dit rokje. Ik weet niet of je kan zien. Ja, je kan nu wel de structuur zien. Maar ja, ik dacht laat ik weer eens een rokje aan doen. En deze is best wel lekker zacht en warm. Dus dat is wel nice. Ik heb net een meeting gehad met mijn projectgroepje. Hebben een aantal dingen besproken voor de volgende deadline die we hebben. En verder heb ik vandaag geen colleges of zo. Dus dat is wel chill. Ik ga denk ik zo meteen eventjes visitekaartjes bestellen. Voor mijn mini webshop-achtig iets. Het is ook weer niet echt een webshop. Maar ja, het lijkt me wel leuk om een soort van visitekaartjes te hebben die ik bij bestellingen kan doen. Dus dat ga ik denk ik zo bestellen. Want ik had wel gisteren al iets ontworpen en ik heb een logo ontworpen. Dus ja, het lijkt me wel allemaal heel leuk en zo. Het moet nog allemaal officieel online komen. Ik had het eerst in mijn hoofd als deadline 1 november. Maar dat is mislukt, want het is inmiddels 10 november. Maar ik wil het gewoon wel allemaal eerst goed op een rijtje hebben en zo, voordat ik het online zet. Want ja, het moet wel allemaal goed geregeld zijn en niet dat ik daar nog allemaal stress door krijg. Dus ja, ik wil gewoon even rustig de tijd nemen om alles op te zetten en te organiseren. Zodat het hopelijk zo snel mogelijk wel online kan. Ik ga nu heel eventjes naar de supermarkt om crackers te kopen, want die zijn op en die heb ik nodig. Dus dat. Dat ga ik doen nu. Zo, ik ben net terug. Ik heb echt een vet rood hoofd. Want het was echt eigenlijk veel warmer dan dat ik had ingeschat. Maar goed. Ik heb een aantal boodschapjes gehaald. En ik kwam er dus achter. Want ik had laatst vega plakjes. Dat was soort kipfilet-achtig. Maar dan natuurlijk vegetarisch. Dat had ik laatst gekocht. En ik vond het best wel lekker. En ineens was het uit het assortiment. Dus ik dacht echt van, oh nee, heb ik iets gevonden wat ik lekker vind. En dan halen ze het eruit, weet je wel. Dus ja, toen kwam ik dus net bij de Albert Heijn. Niet gesponsord of zo. Maar zag ik dus dat ze een heel nieuw assortiment hebben met vega en vegan broodbeleg en zo. Dus ik heb 2 dingen meegenomen die ik ga uittesten. Want ik ben gewoon zo nieuwsgierig. En eigenlijk wilde ik alles uittesten. Maar ik dacht, ja, ik moet niet gelijk alles mee gaan nemen. Want dan is het veel te veel. Dus ik ga gewoon steeds iets meenemen en dat testen. Dus ik heb vandaag vegan salami volgens mij. En vegan kipfilet. Als ik het goed heb. Ik ga even kijken, want het staat hier in de keuken. Het zit nog in de tas. Even kijken. Ik heb meegenomen, ja, vegan salami. En vegan grillworst. Dit ziet er trouwens wel echt super realistisch uit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga dit proeven. Ik heb weer een online danslesje.
via Zoom. Dus ik ben weer benieuwd hoe het gaat. Nou, ik heb net gedanst via Zoom. En overal hangen briefjes. Ik hier. En daar. Daar. We kregen allemaal opdrachtjes en zo. En het was best wel veel impro. Maar wel leuk voor de verandering. Dus ja, ik ga nu al mijn briefjes weer even opruimen. En ik heb echt een rood hoofd. Maar het was wel even fijn om even lekker te bewegen. Het is vandaag woensdag. En ik heb net een college gehad. En over 5 minuten begint de volgende. Oh, ik vind het echt vreselijk om 2 dingen gelijk achter elkaar te hebben. Zo intens. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. En ik hoop eigenlijk dat we niet alle tijd gaan gebruiken tot 4:15. Want daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar ja, we gaan het zien. Nee. Ja, maar moet je zien. Nou, ja, dat kan dus niet. Dus dit soort wisdom of the crowd ontstaat hier. Hoewel ik misschien wel een afrondingsfout heb gemaakt, Ivar. Nou, het is een wonder. Ik ben weer eens aan het editen. Het is weer even geleden. Ik kan het gewoon nog steeds niet... Ja, het ritme, dat krijg ik gewoon niet meer te pakken. Al een hele lange tijd niet. Het YouTube ritme, zeg maar. En ik heb nog steeds geen inspiratie. En daardoor is het ook heel lastig om motivatie te vinden om dingen te filmen en zo. Dus ik heb nu heel even nog tijd over om dit te doen. Want over iets meer dan een half uur heb ik een meeting met mijn projectgroepje. Over een onderdeel wat we moeten inleveren aankomende maandag. Dus ja, daar gaan we zo nog eventjes aan werken. Zodat we eigenlijk in het weekend nog zo min mogelijk hoeven te doen. Dus dat is straks. En tot die tijd ga ik heel eventjes editen en kijken hoe ver ik kom. Nou, het is vandaag vrijdag. En ik dacht vandaag eventjes tot 8:00 te slapen. Stond er om 7:50 een pakket bezorgen voor de deur. Ik had echt geen idee. Ik wist niet dat er een pakketje bezorgd werd. Maar het is wel een leuk pakketje. Van Vistaprint. Want ga ik dit eigenlijk al laten zien? Nou ja, als ik het nog niet kan laten zien, dan knip ik het er wel uit. Dan ga je het nu niet zien. Ik heb namelijk visitekaartjes besteld. Voor mijn Insta-shopje. Ik weet niet of je het kan lezen zo. Maar ik vind het wel echt super schattig. Dus ik ben er wel heel blij mee. En ik had dus ook nog deze stickers besteld. Ook heel leuk. Die ga ik op die enveloppen plakken. Denk ik. Ik vind het wel heel leuk. En deze canvas tas. Die sticker moet er nog af voor. Maar ik vind het echt heel leuk. Maar ik wist dus niet dat het vandaag zou komen. Dus ja, het kwam een beetje onverwachts. Ik dacht pas over een paar dagen. Tenminste, dat was het plan. Tenminste, dat stond er. Want het stond verwachte bezorgdatum 17 november. Het is nu 13 november. Dus ik had nog niet verwacht dat het zou komen. En ik heb het zeg maar met een nieuw e-mailadres besteld. En ik had dat e-mailadres nog niet toegevoegd in mijn mailapp op mijn telefoon. Dus ik had ook helemaal niet gezien dat het verzonden was en dat er een track-and-trace-code was blijkbaar. Anders had ik gewoon geweten dat die zo vroeg bezorgd zou worden. Maar ja, dat wist ik dus niet. Dus ja, niet zo heel handig. Maar goed. In ieder geval ga ik nu aan school zitten aan een opdracht. Die moet woensdag ingeleverd, maar ik ga er wel nu mee beginnen. Want ik weet eigenlijk niet echt hoeveel werk het is. Dus ik hoop niet al te veel werk. Dus ik hoop eigenlijk dat ik het gewoon vandaag in 1 keer af kan maken. Zou wel chill zijn. Maar goed, dat ga ik dus doen. Want ik heb geen colleges of zo vandaag.